Ik spreek hier met Christian van Nispen van Tyler Charge. En dat is eigenlijk gewoon iets, die heeft zoiets simpels gemaakt dat ik denk van dat hebben we allemaal nodig. Een stoeptegel om je elektrische fiets op te laden. Christian, ik vond het een heel mooi ding. Ik laat het hier even zien. Maar het klonk eigenlijk te simpel om waar te zijn. Gewoon als je die elektrische fiets, en er zijn er nu meer dan van 1,5 miljoen van. Je zet hem gewoon neer op een stoeptepel en hij gaat laden. Is het echt zo simpel? Ja, het is echt zo simpel. Ik heb het gisteren ook nog een keer geprobeerd. En ja, je komt gewoon aan, je parkeert erop en het licht gaat van groen naar blauw. En je fiets die laadt. Dus zo is het inderdaad. En het wordt ook afgerekend, zeg maar. Hij weet wie mijn fiets is. En het laden, dat krijg ik gewoon, weet ik veel wat, achteraf een rekeningetje. Nou, het systeem weet wel welke fiets erop staat, maar we hebben nog geen billingsysteem. Dus we zijn eigenlijk vorig jaar begonnen, eigenlijk eind 2019. Dus we hebben naast zeg maar deze technologie, die lijkt simpel. Dus als je het vergelijkt zeg maar, met een telefoon die je op elkaar legt, maar dit is een compleet andere technologie. Die is eigenlijk vanaf de TU Delft hebben ze 6 jaar tijd gedaan om dat zeg maar, te ontwikkelen. En toen hebben wij het zeg maar, met Delft Enterprises hebben we gekeken van, hey, kan je hier een bedrijf van maken, van zeg maar deze thesis? En toen hebben we eigenlijk 1,5 jaar later, toen hebben we het eerste werkende product gemaakt. Dus er is nog best wel wat ontwikkeling tijd. Maar gelukkig ziet het er heel simpel uit. En is het inductief of is het een contact? Het is inductief. Ja, en het is dual magnetic koppeling. Dus als je zeg maar een 2 spoelen hebt in een telefoon, die liggen op elkaar. En zeg maar hier wordt zeg maar een ronde, zeg maar een soort cirkel van één standaard naar de andere standaard. Dat is zeg maar een boog. Dus dat is een andere technologie waarbij je vrijer op de tegel kan staan. Het is net eigenlijk als mijn elektrische, want hij verschuift dan een beetje zodanig dat hij lekker, of verschuift daar onder die tegel iets, dat het meteen werkt. Ik kan het gewoon neerzetten en die tegel past zich aan. Ja, er zitten 2 rondjes op de tegel, maar daar kan je bijna buiten parkeren. En soms is het zelfs als je buiten de tegel staat, als de tegel moet je wel herkennen, maar als je zeg maar buiten de tegel staat, dan kan je bijna ook laden. Dus het laadvlak is best wel groot. Ja. Dus nou, dat ik maakt vind het echt een heel simpel iets. Hey, wat is jullie bedoeling hiermee? Want dit is dus je kunt pre-orderen, dus ik kan het nog niet kopen. Je moet nog een systeem daarbuiten doen om af te rekenen, eventueel. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je laat. Wat kost mij zo'n standaard plus zo'n tegel? Nou, we zitten nu in zeg maar de pilotfase. Dus inderdaad, dit jaar willen we iets van 80 tegels neerleggen, maar echt in pilotfase. Dus bij sommige klanten van 1 tot en met 10. Het ligt nu al bij TDGV, dus bij Yes Delft gebouw en bij Ahoy. En de komende tijd rollen we nog wat andere partijen uit en we zoeken nog andere pilotklanten. En op dit moment is het €6,99 voor de tegel en de standaard. En dat is exclusief installatie. En zeg maar in de jaren die we hebben, dan zit ook heel erg veel kijkend naar voren, is ook om hoe we de prijs ook naar beneden kunnen krijgen. Dus eigenlijk de kosten. Ook hoe we het systeem erachter dat je kan betalen voor het laden. Maar nu de focus die we hebben zijn echt zakelijke vloten. Dus je moet zien als voor pizza bezorgdiensten of voor zorginstellingen. Of bijvoorbeeld ook voor hotels die van die deelfietsen willen hebben. Dus dat is nu onze focus. En dan hoef je niet echt na te denken wie de energierekening hoeft te betalen. Nee, maar onze dat droom, begrijp ik. En onze droom is om uiteindelijk het Tyler Network neer te zetten. Waarbij je zeg maar met je fiets die je hebt, dan kan je zeg maar ook op verschillende plaatsen in de stad, op hubs, kan je daar zeg maar parkeren en laden. Dat is waar. Oké. Hey, en wat kost een standaard los? Want ik heb 1 tegel, daar kunnen meerdere fietsen van gebruik maken. Wat kost zo'n tegel los? Wat is nu de prijs, zeg maar? Nou, die €6,99 is allebei samen. Wat een standaard los kost, daar zijn we nog even aan het kijken hoe we dat moeten doen. En dat is wel mogelijk. Maar ik zou denken,
Nee, het is moeilijk om een getal te geven. Maar is het 100 euro of zo? Of 200 euro? Van nou, wat kost zo'n ding? We willen uiteindelijk naar 99 euro gaan. Ja, ja. Dus okay, dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, want het is eigenlijk een standaard en een adapter in één. Dus het is ook, je hebt ook geen adapter meer nodig. En ja, het goede is, wat je ook veel ziet nu, is dat veel systemen die nemen meerdere, of klanten nemen meerdere batterijen. En die kunnen ze dan in zo'n swapping cabinet doen. En nou, die batterijen kosten al een stuk duur. Dus als je het echt gaat uitrekenen. Nee, dan, joh, ik ben overtuigd. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Ja. En, en willen jullie nou zelf iets doen? Want dit is nou eigenlijk gewoon typisch technologie. Die je zou zeggen, geef dat gewoon als white label aan alles en iedereen die het maar even wil hebben. Of hebben jullie echt gewoon dromen van, wij worden een platform? Het droom is wel met het Tyler en het brand wat erachter zit. Maar en om het nu, zeg maar, de eerste stap uit te bouwen, dat is toch wel nodig. Helaas gaat het niet allemaal vanzelf. Je moet toch echt wel klanten bellen, cold calling en zo om zeg maar die tegels neer te leggen. Maar we staan heel open voor een soort van systeem van white label. Ik denk van hetgene, de achterkant die we op hebben gebouwd, daar zijn we al heel trots op. Dus, ja, laatste vraag, hoe zijn jullie tot nu toe gefinancierd? Door Uniek. Dus Uniek financiering. Dat is van de Innovatiefonds. En we hebben ook Take of 2 en Take of 1. Dus dat zijn van de MBO leningen zijn dat. Dus die, En hoeveel is er tot nu toe in geïnvesteerd in dit product? 500.000 euro. Christian, ik vind het een prachtig stuk voorbeeld van mooie universiteit en een financiën en dat opwerken. En ik hoop dat dit gewoon echt critical mass gaat krijgen, want dit is inderdaad echt hartstikke handig. Hartstikke bedankt voor je tijd. Super.